Hallo allemaal, vandaag weer een kookvlog van Zorgbureau De Liemers. Ik ga jullie laten zien hoe je lekkere crackers kunt maken van onder andere havermout. Ik ga jullie stap voor stap meenemen hoe het moet, want moeilijk is het niet. In een hoge beker zorg je met de staafmixer dat de havermout wat fijner wordt. En dat doe je eigenlijk ook met de hoeveelheid pittenmix die je hebt. Met pittenmix bedoel ik bijvoorbeeld wat in zo'n zakje zit voor de salade. Hier zitten bijvoorbeeld zonnebloempitten in, pistachenootjes en amandel en dat soort dingen. Maar je kunt pitjes uitkiezen die jij lekker vindt. De hoeveelheden zal ik straks helemaal aan het einde van het filmpje nog eventjes op een rijtje zetten. Dus de havermout en de pitten even een beetje fijn maken. Dan gaan ze in een mengkom. En dan doe je er ook nog 10 gram sesamzaadjes bij. In diezelfde hoge beker, die hoef je dus niet schoon te maken, gooi je een eitje en die klop je even los. En ook dat mag weer in de mengkom erbij. Dus. En je voegt er ook 30 gram 30 plus kaas, geraspte 30 plus kaas toe. Waarom nou 30 plus kaas? Nou, dat is heel simpel. Als je een hoge vetgehalte neemt, dan loopt de cracker een beetje weg vanwege de vettige kaas. Dus dat is minder handig. Wat je er ook nog bij doet, is een eetlepel olijfolie en dan een lekkere eetlepel van kruiden. Ik heb vandaag Ras El Hanout kruiden gebruikt. Maar als je denkt, dat lijkt me helemaal niks, kan je bijvoorbeeld ook Italiaanse kruiden kiezen of wat dan ook. Eigenlijk kan je daar gewoon zelf mee variëren. Voeg 1 teentje geperste knoflook toe. En dan ga je even met de lepel door elkaar roeren. Nu ziet het er zo uit. Ik ga je nu de truc met het bakpapier laten zien. Oké, je hebt dus een stuk bakpapier. En dat vouw je eerst even door midden. En dan maak je daar een lijntje, zullen we maar zeggen. En dan ga je je hutsenfluts. Ga je hier op één kant van het bakpapier leggen. Dan doe je hem dus dubbel. En dan kan je eigenlijk al gewoon met je vingers een beetje plat maken. Maar we hebben ook nog de deegroller. En die gaat je nog verder helpen. Want daarmee ga je eigenlijk het zo plat mogelijk maken tussen het bakpapier in. En daardoor plakt het lekker niet aan de deegroller. Kijk, ik zal u tussendoor even laten zien dat het al een stukje platter is. Maar het mag mooi dun, want dan worden de crackers lekker knapperig. Kijk, zo is het in orde. Wat je nu nog doet, voordat het de oven ingaat, is dat je al een soort van inkepingen maakt. Ik doe het eigenlijk meestal met de achterkant van het mes. Waarom doe je dat? Omdat strakjes de crackers een beetje knapperig zijn en dan krijg je ze niet zo makkelijk afgebroken. En als je al een beetje inkepingen hebt gemaakt, het hoeft dus niet helemaal door. Dan gaat dat een stukje makkelijker. Zo, dan kijk je even hoe groot je ze wil hebben. Je kunt u ook grote crackers maken. Ik doe nu wat kleinere. Nu het laatste wat je moet doen voordat het op een bakplaat in de oven gaat, is nog een beetje zeezout eroverheen. De crackers zitten in de oven, 180 graden. En met een kwartiertje zijn ze waarschijnlijk wel klaar. Dus ik ga zo kijken. Het werden uiteindelijk toch 18 minuutjes in de oven. Maar kijk gewoon even bij jou dat het niet te donker wordt, want anders is het niet meer lekker. Maar een mooi goudbruin kleurtje, dat is wel goed. Kijk, en op deze manier zien ze er dan uit. Ook lekker met een beetje kruidenboter erop bijvoorbeeld.